maar eens één keer af. En 10 september, dan hebben wij Almelo op Trabat. Ook al een jaarlijks terugkerend evenement, een groot evenement. Met zaterdags Internationaal Straattheaterfestival. Zondags uit in Almelo, aangevuld met straattheater. Dus er is ook in dat weekend overdag genoeg te doen. We hebben 11 theatergroepen die komen, een aantal uit Nederland, een aantal uit België, Frankrijk, Argentinië, Spanje. Dus er zijn het is internationaal, dus een heel internationaal gezelschap wat komt optreden in Almelo. Nelle vene corre svelto va su e giù, svelto svelto come un matto Belzebù. Circus acts met twee acts met poppen spelen. Dus voor de kinderen heel leuk. En we hebben dan verder nog acrobatiek, voor alles. Met de uitmarkt in. Die combinatie doen we al een paar jaar met elkaar. En het is soms wel eens jammer dat de amateurvereniging uit Almelo zich niet aanmelden voor die uitmarkt. Want ook dit jaar hebben we maar een beperkt aantal verenigingen die zeggen: ja, wij doen mee. Kunnen ze nog aanmelden? Ze kunnen zich nog aanmelden, ja. Het is wel kort dag, want we hebben de tekeningen natuurlijk en de plattegronden al een beetje ingericht. Maar er is altijd de mogelijkheid om ergens nog weer een kraan bij te zetten om informatie te verstrekken. Dat kan gewoon via onze website www.almeloevents.nl. Daar kan men A, informatie vinden over Almelo op Trabat, maar B, kan men zich ook aanmelden. In Almelo zijn een aantal wandelroutes uitgezet door Route Netwerken Twente. De routes zijn eenvoudig te wandelen door het volgen van de gekleurde pijlen. Vandaag lopen we de rode route. Bij de ingang van de kinderboerderij staat een routepaal met een oranje kop. H72 staat erop. Hier gaan we linksaf het Beeklustpark in. We gaan in het park rechtsaf en volgen de rode pijlen. Het Beeklustpark is opengesteld voor het publiek. Het park is in 1772 ontworpen en heeft in 2010 een forse opknapbeurt gehad. In de 18e eeuw stond hier de villa van de Almeloze textielfabrikant Koster. Die villa is lang geleden afgebroken, maar het koetshuis staat er nog wel. De route voert langs de rand van het park en tussen de bomen door zien we rechts de Almeloze A stromen. Aan de linkerhand zien we de muziekkoepel waar zomers op zondagmiddag gratis toegankelijke muziekconcerten zijn die veel bezocht worden. Dan komen we langs de theekoepel. Net na de koepel, na routepaal H74, verlaten we het park. We komen nu op de Jan Sluiterslaan in de Ossenkoppelerhoek.
Hier voert het pad langs de oever van de Wezenbeek. Op de andere oever van de beek staat het kantoor van het waterschap Vechtstromen. Verderop steken we voorzichtig de Windmolenbroeksweg over. Aan de overkant gaat onze route verder stroomopwaarts langs de Wezenbeek. De Wezenbeek, vroeger de Weesebeek, begint ten zuidoosten van Almelo en mondt ten westen van Almelo via de Exose A uit in de Regge. Bij de Maardijk gaan we dan de Wezenbeek over. Hier zien we het Polmanstadion waar Heracles Almelo haar thuiswedstrijden speelt. We lopen over de Maardijk, een van de dijken die vroeger door de natte landen liep en nu nog terug te vinden zijn in de straatnamen. Rechts staat de sporthal De Ispa. De route voert onder de Wezenbeeksingel door, een van de drukke rondwegen van Almelo, en brengt ons in de wijk De Windmolenbroek. Aangekomen bij de Leemslagenweg, vroeger ook zo'n verhoogde weg door het drassige land, tegenwoordig een fraaie fietsroute, gaan we rechtsaf. De route brengt ons via de Huttenweg langs grote vijvers in de wijk. En verderop lopen we over de Grensweg, ook al zo'n oude weg. De Grensweg eindigt bij het houten bruggetje en dan zijn we bij het Twentekanaal Zijtak Almelo. We slaan rechtsaf over de betonnen stroken die de Rijkswaterstaat hier heeft gelegd en lopen naar het noorden. Het kanaal is pas in 1953 gereed gekomen. Ondanks dat het in 1918 al ontworpen is en het is bedoeld om de haven van Almelo te bereiken. Het heeft via de sluis bij Adorp verbinding met het kanaal Almelo-De Haandrik. Verderop lopen we onder de Leemslagenbrug door. De eerste brug werd hier in 1937 gelegd, maar deze werd in de oorlogsjaren vernield. De huidige brug dateert uit 1951. We blijven aan de oostkant van het kanaal en gaan verder in noordelijke richting over een graspad. Dan komen we langs een pompinstallatie van het waterschap Vechtstromen. Hier gaat de Wezenbeek onder het Twentekanaal door.
Aan het einde van het graspad komen we bij het industrieterrein Buitenhaven. Via de graslaan lopen we eerst langs en daarna via de Klinkerweg over het industriegebied. Verderop, parallel aan de Wezenbeeksingel, over de Grintweg. Via een tunnel onder de Wezenbeeksingel komen we op de Knibbeldijk. Daar, in zuidelijke richting en de eerste weg links, Knibbeldwarsdijk. Linksaf gaan we nu over de Bellinghofsweg tot aan routepaal H71 bij de Zitbank. Linksaf volgen we nu een fraaie route over het landgoed Bellinghof. Af en toe zien we het landhuis de Bellinghof. Vroeger stond hier een havezate met dezelfde naam, maar deze is omstreeks 1800 afgebroken. De tegenwoordige Bellinghof in Almelo is een fabrikantenvilla die door de familie Ten Kate in 1920 werd gebouwd. Bij een groot wit hek gaat de route rechtsaf het bos in. Langs het water met daarachter de gemeentelijke begraafplaats het Groenendaal en even later aan de linkerhand het Almeloze crematorium, gevolgd door de velden van de Mixed Hockey Club Almelo. Het bospad is inmiddels een geasfalteerde weg geworden en heet hier de Willem de Klerkstraat. Op de kruising rechtsaf heet het Oude Wierenseweg. Dit was vroeger de enige weg tussen Almelo en Wieren om met droge voeten door het moerasgebied te komen. Links stroomt de Almeloze Aa. Na het onderkomen van de scouting houden we links aan, een kort stukje over de Nieuwe Gravenweg. En daar steken we de Almeloze Aa over en zijn we terug bij ons beginpunt, Erve Beeklust. Dit was een route van Route Netwerken Twente.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Vandaag in de buurt, mannen. Om de 4-5 uurtjes hoef je niet te eten. Ja. Ik heb veel contact met de Turkse mensen hier in de omgeving. Een bakkie, kent u dat? Ja. Buurtmannen gaan op expeditie. Ze worden geschoren, eten een broodje en voeren diepgaande gesprekken aan de Champs-Élysées van Almelo, de Nieuwstraat. Hallo. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, waar hebben we zin in, jongens? Ah, kijk eens, hoe heet het? Het is Edipide. Werk je hier al lang in deze winkel? 5 jaar. En de winkel is ook voor jou? Nee, de winkel is niet voor mij. We zijn wel beroemd in Almelo, ja. Ja, hè? We zijn wel beroemd in Almelo. Hoe komt dat, denk je? Door de kwaliteit natuurlijk. Dus het lijkt, ziet er wel echt enorm stevig uit. Ik denk dat ik gewoon de hele dag niet meer te eten als ik dit eet, denk ik. Om de 4-5 uurtjes hoef je niet te eten. Ja. Je loop je gewoon de hele dag op. Okay, het is geen McDonald's in ieder geval. Ja, ik ben zelf niet de bakker, de eigenaar ben ik zelf niet. Okay. En dat is mijn beste vriend. Wij zijn al vanaf klein al mattie, zeg maar. Ja. Dus, en je hebt hier het bakken geleerd in de winkel? Ja, ik heb van hem geleerd en ik wist het vroeger al. We hebben vroeger ook in de pizzeria samen heel vaak gewerkt. Ja. Dus we kunnen het wel, zeg maar. Wat is het product waar je nou het meest trots op bent? Wij zeggen van, nou, dat vind ik zo gaaf, dat maken wij. Hebben jullie gegeven van dat meer? Ja. Dit is wel top nummer 1, zeg maar. Ja, en, hardlopen. En als brood, zeg maar, top nummer 1. Wat kan ik zeggen, dat is bolletjes. En daar zijn de bolletjes zijn 30 cent. Ja. En het gaat heel, heel snel weg. De bolletjes, zoals de bolletjefabriek hier in Almelo. Ja, soort van. Rustig? Nee, dankjewel. Ik heb genoeg gehad vandaag. Ja? Wel weer stiekem te snoepen. Ja, af en toe. het is een drukke buurt. Je kan iedereen verwachten hier. Ja. Nederlands ook multicultureel, kan ik zeggen. Gebeuren hier nog wel eens dingen? Hier, altijd wel. Ja? Altijd wel. Heb je een goed verhaal? Wat er bijvoorbeeld gebeurd is? Vaak, ik zie hier heel vaak ruzies. Ruzies? Bijvoorbeeld daar. Altijd politie. Hier heb je altijd wat te zien. Hier is gewoon een beetje avontuur. Heb je nog een beetje contact met de buren? Jawel. Ik ken hier iedereen wie je maar wil. En dan komt u speciaal hier naartoe brood halen? Ja, ze hadden hier nog lekker brood. Dus ik daar gaan we hier maar even naartoe. Ja, dat horen wij ook. Dat is hier het lekkerste brood hebben van Almelo. Dat weet ik niet. Dat moet ik even proberen. Ik heb deze gekregen. Dat hebben ze mij geadviseerd. Hoe heet het ook alweer? Het Lipide, gehaktbroodje. Of ze zeggen ook wel eens pizza, langer. Langer pizza. Je mag wel even zo zitten mee. Kijk eens. Allemaal mooi proberen, hè. Fijn weekend. Oké. Doeg. Doei. Hey, ze hebben het. Yes. Hey, wel. Dank je. Succes. Heren, dank je wel. Dank jullie wel. Ik ben Martijn. Mustafa. Hey, Mustafa. Je bent kapper hier in de Nieuwstraat. Zou je dat een keer bij mij pokken? Zeker. Ja,
Zo, nou, dan kan ik echt iedereen aanraden. Alsjeblieft. Dankjewel. Heel fijne dag nog. Ja, jullie ook. Fijne dag. Tot ziens. Ik ga nu wel naar voren. Vind je het leuk als we even meelopen? Ja, doen we, nou, doen we dat even. Gezellig. Ja. Pas op, even uitkijken, komt iets eraan. Zeg maar, de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben, was het, ging het iets minder met je? Ja. Gaat nu iets beter? Nou, ben ik weer beter. Ja. Tenminste, zoals ik me voel, is voor mij al beter. Maar ik had de laatste keer een beetje het gevoel dat u een beetje eenzaam was. Komt u wel eens bij feestjes? Ja. Wordt u wel uitgenodigd steeds op feestjes? Nou, ik ga als ik nou echt denk van nou, ik ga maar als ik naar een vrolijk iets ga, dan ben ik ook wel redelijk vrolijk. Maar als ik die beginnen te. U gaat niet naar saaie feestjes? Nee. Wat raar. Waarom dan? Want die oudere mensen, ja. Die krijgen hele verhalen van de, hoe ellendig ze hebben. Ellendig hebben, oh, ja, en noem maar op. En als ik nou hier in het gebouw, ja. Is er ook een dansavond geweest, toen was ik nog een eind terug. Kon ik nog alles voor hem doen. En dan had ik de grootste lol. Je zat ook een beetje te swingen en te dansen. Ja. Met wie? Met zijn vriendinnen. Het kan toch zijn dat je een leuke meneer tegenkwam of een leuke jonge man om mee te dansen? Beetje de holle. Oh, die zijn er wel. En wat voor dans doet u dan? De holle piep of de. Nee, de holle piep niet en ik ga hem ook niet dansen. Dat weet ik nog. Nou, ik zou met u best een dansje hier op de straat willen ja, doen. Ja, maar ga nu. Ah, eentje. De tango een beetje, gewoon een liedje. Toch leuk. Straks word ik vergeten. Daarmee. We gaan nog even een buigje doen voor de camera. Bedankt en tot ziens. Dag heren. Ach, wat een mooie. Hi. Dat is gezellig. Kom maar. Kom maar, Jopie. Hey. Hoe heet ie? Jopie. Hi, Jopie. Hallo. Hallo, Jopie. De buurtmannen zijn heel leuk. Ja, hé, dat is ook zo. Ja, de buurtmannen zijn heel leuk. Hij praat ook, hoor. Jopie. Gaan jullie wel eens wat doen in de buurt? Nee. Weinig met te doen hier in de buurt. Weinig hier te doen. Nou, wij horen dat daar de schooltje zit. En dat daar van allerlei leuke dingen gebeuren. Leuk samen eten. Ja, dat was wel een Nederlands feestje. Nou, dat kun je dan zelf organiseren. Ja. Maar Nederlandse feestjes, die ziet er niet echt heel erg Nederlands uit. Boerenkool met worst en. Net is een lievelings eten. Oh, is dat zo? Ja. Dus jullie zijn heel tevreden over de buurt? Ja, nou, dat mag je graag horen. Ja, en de papegaai erbij. Papegaai ook. Hé, Rocky. Jopie. Oh ja, Jopie. Oh ja, ja. Oh ja, de Rocky was het andere. Goed, bedankt. Wat gaan jullie nu doen? Ja, nou gaan we weer naar huis. Doeg. Oh, sorry. Oh. Rustig maar. Hallo. Goeiedag, we zijn de buurtmannen. Ik ben Henry de Wild. Ja. En de zaak, uw fietsenzaak, zit hier al heel lang? De oprichting is van 1910. De eerste eigenaar of de oprichter van de zaak, die had geen kinderen. Die heeft het verkocht aan een medewerker. Ja. En die had later wel kinderen, maar geen interesse in de zaak. Ja. En toen was mijn vader daar in dienst. Die heeft de zaak overgenomen. Toen heb ik de zaak van mijn vader weer overgenomen. En wanneer is hij de Wild gaan heten? Dat was vanaf de oprichting al. En is het toch een beetje een lucratieve handel hier, banden plakken? Dat is wel een lucratieve handel, ja. Ja? Zijn er steeds veel mensen die hun banden laten plakken? Ja. Plak niet alleen banden, inmiddels heb je ook een hele zaak bij. Want verkoop je altijd fietsen? En ik verkoop fietsen en ik repareer ze. En niet alleen maar banden plakken. Maar. En hoe is het hier om al die jaren al ondernemer te zijn in de Nieuwstraat? Dat heeft ups en downs. De ene keer is het leuk en de andere keer is het nou, wat doe ik? Hey, we hebben er weer lol aan. En wat maakt het minder leuk? Dat je ook wel een dag hebt dat er niks te doen is. Als het gaat regenen, dan wordt het een stuk rustiger in de winkel en in de werkplaats. Dan gaan de mensen niet op de fiets. Want heb je ook nog hobby's?
Ik heb ook al hobby's. Ik heb twee honden, die train ik 2 maal in de week mee. Doe je daar ook shows mee of zo? Nee, ik doe een beetje wedstrijden. Maar wat zijn dan de leuke, wat zijn de highlights van deze wijk? Dat heel veel mensen hier in de buurt wel makkelijk zijn. Makkelijk houdt in dat ze zeggen van, dat er makkelijk contact gelegd wordt. Yeah. En dat ze ook wel in die zin in de gaten houden van, hey, er is wat aan de hand. Yeah. Laten we eens even kijken. Ik heb veel contact met de Turkse mensen hier in de omgeving. En hoe is dat? Dat is goed, ik kan er goed mee leven. Wat wens je Almelo toe als stad? Dat ze heel hard op de goede weg zijn. En dat er heel veel nieuwe mensen in Almelo mogen komen wonen. Want ik heb heel veel mensen, die hoor ik dan van, ja, in Almelo kun je niet wonen, ik ga weg. Ja. En om 10 of 15 jaar later zie ik ze toch wel weer hier terug. Ja. Maar gaan ze wel op een andere plek in Almelo wonen. Ja. Almelo blijft dan toch wel weer trekken en van, nou, ik ga toch weer terug naar Almelo. Ik weet niet wat het weer zit. Gaaf. Ja. Mag ik jou bedanken? Helemaal goed. Hey. Alsjeblieft. Fijne dag. Maak het mooi zo. Doen we zeker. He? Tot ziens. Oké, dankjewel. Hey, tot ziens. Hoi. Hoi. Herman Vinken zegt altijd, het ene stoplicht springt op rood, het andere op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Kennen jullie die? Ja. Maar de meeste Almelo's zeggen altijd, er is niks te doen in Almelo. Ja, dat klopt. Ja? Ja, dat klopt echt. Ja? Wat vinden jullie dan leuk om te doen? Ja, er is geen... er is bijna niks te doen hier in de binnenstad. Er is bijna geen winkels meer over. Als je nou in de binnenstad binnenloopt. Meer faillissement. McDonald's weg. McDonald's? Wanneer, ja. Vind je dat belangrijk? Ja, tuurlijk. Dat trekt meer mensen naar de stad, hè. Wat, vertel eens iets over deze zaak. Wat is het voor een zaak? We zijn baklava specialist. Wat is baklava? Baklava is Turkse zoetigheden met pistache en met bladdeegbrei. Oké. Okay. Oh, dat is wel heel lekker, hoor. Ja. Ja, dit is onze specialiteit. Koekjes, baklava. Hé, hey, maar sinds 2001 hebben jullie hier een bedrijf. Ja. En hoe gaat dat? Hoe is het hier om hier... Een bedrijf te runnen? Ja, in de Nieuwstraat. Ja. Het is wel goed. Ja? Ja, want we hebben goede producten. Loop je zelf ook wel stiekem veel te snoepen van al die lekkere dingen? Ja, vroeger. Nu niet meer. Gebeurt er genoeg voor de Turkse gemeenschap? Of is dat helemaal niet meer nodig? Ja, voor mij maakt het echt niet veel uit, Turks en Nederlands. Ja, ik ben hier gewoon opgegroeid. Ja. Worden getogen. Ik heb niet zoveel scheiding, zeg maar. Komen jullie hier vaak een taart halen? De eerste keer. Mm-hmm. Ja, het wordt vandaag officieel gemaakt dat ze wat met elkaar hebben. Oké. Okay. En dan gaan we haar hand vragen, moet je dat zo mooi noemen. En wie gaat die vragen? Mijn broer gaat dat doen. Gewoon volgens is van traditie. Traditie moet even, moet even plaatsvinden. En is het vanuit de Turkse cultuur? Ja. Nou, doei! En lief zijn, hè? Ja, zeker. Heel veel goed. Doei, doei. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar wat vindt u ervan dat de kinderen nu uit de school zijn? Nou, aan de ene kant jammer, aan de andere kant ja, dat loopt met de tijd mee, hè. Ja. Wat vindt u leuk om te doen? Ik heb mijn eigen beeld erin. Ja, en wat is dat vooral? Nou, ik zit in de communicatie. In de communicatie? Ja. En wat doet u precies in de communicatie? Nou, ik zit op verschillende meterbanden in te luisteren. Ah, oké. Okay. Gewoon van die politiezenders? Nee, daar is geen interesse bij. Een breed begrip. 2 meter amateurs en zo. Zenderpiraten? Ja. Oh, ja, geen piraten. We zijn geen piraten. Nee? Ja. Het is gewoon kletsen. Ja, precies. Een beetje kletsen. En waar kletst u dan over? Overal. Van alles en nog wat. En waar zit dan de andere persoon? Die kan in Canada zitten, die kan in Australië zitten, die kan overal zitten. En waar gaan die gesprekken dan over? Nou, van alles en nog wat. Je begint met het weer en het eindigt misschien over heel wat anders. Maar hoe gaat dat? Gaat dat dan via de computer of heeft u dan een bandrecorder staan? Via zenders gaat dat. Een soort 27 MC, zeg maar. Met de radiozenders, radiofrequenties. Ja, als jij dat radio noemt, het zijn wel radio's, maar dan op heel andere meterbanden. Oké. Okay. Dus niet bijvoorbeeld op een FM of noem maar op. Het is wel FM, AM, SSB. Een single side band is dat. Dan zit je eigenlijk naast de band, daar praat je naast. Ja, een bakkie, kent u dat? Ja, dat kennen we. Dat moet je bekijken. Ja.
En dan ga je zoeken en dan kom je op een gegeven moment iemand tegen. Ja, ja, en kom je op kanalen kom je dan, die hoor je wat praten en dan breek je tussen. En dan ga je een gesprek mee aan. Wat gesprek. Fijne dag. Bedankt. Doei. Goed. Hier zijn ze al weer thuis. Welkom. Welkom to our home. Nou, dan gaan we eens even kijken of dat ook zo is. Hallo! Rap! Ronnie, natuurlijk, er gebeurt zat hier in de buurt, maar het zijn allemaal de slechte dingen. Nee, ook wel leuk. De politie en dat, maar ja, dat schiet allemaal niet op, toch? Ruzies hier en gezeur daar, maar... Ja, is dat vervelend? Ja, vervelend, dat hoort niet in de buurt. Ja, heb je er last van? Bedoel, heb je daar... Nee, ik heb zoveel last van. Je bemoeit er gewoon lekker niet mee. Nee, ik vind goed wat er gebeurt, gebeurt er en ik vind het goed. Ja. Een paar jaar, ja, dat moet ik... Oké. Toen was er met die pool, dat die pool hier... Weet je niks van? Nee, dat weet ik niet. Vertel. Oh, dat die pool, je hebt hier in de straat heb je die oude zo'n man heb je daar vermoord. Ja. En een nacht later is hij hier achter geweest bij het spoor. Hier vlak achter heb je ook weer een vrouw vermoord. En toen waren er een week, twee doden en nog een inbraak erbij door hem. En toen is hij... Wist van alles gewoon, dat heb ik echt nog nooit van gehoord. Dat was hier wel... Landelijk nieuws neem ik aan. Ja, dat was landelijk, was heel, heel actueel. Er waren mensen bang en... Er is een hele gesprek geweest in de club, dat de hele buurt kon komen en wat ze hadden hem ook nog niet direct, dus goed. Hey, maar net had je er een kat liggen en nu is het ineens veranderd in een hond, of is dat... Ja, dat is tovenarij. Ja. Dat gebeurt hier ook in de buurt. Hoi, hoi. Allemaal. Doei. 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 Wat heb je gedaan? Ik heb een pees gebroken en drie spieren gebroken. Hey, mag ik zien? Ze willen graag ook nog even andere mensen spreken. Kan dat? Je haren zo. Zo, dat is een mooi bloemetje zo in je haar. Ja, dat is leuk. Zo, nou, dan gaan we verder. Ik vind het een goed verhaal. Bedankt. Moet jullie zo'n pop? Ik wil wel zo'n... Cake pop? Dat is 3 keer 75 cent. Nee, maar 3 keer 50. Oh ja, 3 keer 50 is? Is 1,50. Ach, wat een scheetje. Nou, blij? Ja. Gelukkig? Ja. Dan zeggen we hiep in de piep. Hoera. Bedankt mevrouw, we gaan hem een leuk plekje geven. Waar zitten jullie op? Ja, op een stoel. Na een lange dag zwoegen keert de buurtmannen blij en tevreden huiswaarts. De Hagedoornschool komt langzaam tot leven en er zijn veel leuke winkels in de Nieuwstraat. De buurtmannen kijken elkaar aan. Leuk, die Lenteveer. Ja, en wat een gastvrij ondernemers heb je. Maar of dat nou bedoeld wordt met wat te doen, ze vragen zich het af.